Johan van Eyck heeft lange tijd goede kansen gehad om de 200 mijlen van Helmond te winnen. In de eerste manche van de 200 mijlen zag Armin C. lange tijd kans de kopplaats te bezetten. Na het uitvallen van Kees van de Kruis pakte C. de eerste plaats, maar kort daarop dwongen remmoeilijkheden C. tot een pitstop. Johan van Eyck nam constant rijdend de leiding. Achter van Eyck finishten Rob Buiten, Harry van de Kruis en Rob van Zanten. Andere favorieten als Harry van de Pol, Philips van der Stokke en Marco Bonke waren al eerder uitgevallen. Het gebeurde eigenlijk al in de 18e of de 19e ronde, denk ik, net voordat ik tankte, dat ik twee keer moest pompen om remdruk te krijgen voor. En dat is dan erger en erger geworden, tot op een gegeven ogenblik had ik niks meer. Ja, vorige week vreselijk veel pech gehad, hè? Twee kruiskuizen kapot gedraaid en de zuiger. Maar ja, hij blijft nu heel. Hoe is dat nou te verklaren? Je hebt het vorige seizoen bijna heel pechloos gereden, toch wel met die ex Wil Hartog Suzuki en nou daar in Italië, bleef het kapot gaan? Nou, wegens financiële problemen heb ik het niet kunnen realiseren van de winter, dus ik denk het zal wel heel blijven. Thank you.